Wensinken is al geruime tijd een hele gewaardeerde klant van ons. En wij hebben doorgaans vergunning gekregen om daar de werkplaatsen in te richten. En hier in Groningen hebben we best wel een uitzonderlijke werkplaats in moeten richten. En dat was best wel een mooie uitdaging. In de eerste plaats vanwege de afmetingen van het pand. Het is een hele grote werkplaats waar per saldo kilometers aan leidingwerk is gegaan voor de olieinstallatie, persklucht en afzuiging. En een van de andere bijzondere zaken is dat de hele werkplaats is uitgerust met werkplaatsmeubilair. Zodat alle monteurs hun gereedschap bij elkaar hebben. En eigenlijk niet van de plek af hoeven om iets te kunnen pakken en dergelijke. Recupa levert meer dan lucht en olie. Dus we hebben ook alle kabinetten en alle apparatuur die eigenlijk om een werkplaats heen zit. Om een werkplek heen moet ik eigenlijk zeggen. Zodanig gemaakt dat je geen werkbank meer hebt, maar dat het eigenlijk eruit ziet als een luxe keuken. Dus een monteur heeft gelegenheid om specifieke opbergdingetjes, heeft een wasbak bij zijn eigen werkplek. Ik denk, daar is meegedacht in de nieuwe techniek, in het nieuwe monteur zijn. En dan lijkt het meer op een operatiekamer dan op een werkplaats. En ik denk, dat is wel de nieuwe standaard. We hebben ook nog een uitgebreide werkplek gemaakt voor onderhouden van bussen die rijden op waterstof. Daarbij wordt waterstof gedetecteerd om de mensen te waarschuwen mocht er waterstof vrijkomen. Dat is gekoppeld aan een complete ventilatieinstallatie die begint te draaien op het moment dat de waterstof vrijkomt.